zit hier in uw tuin in Zwolle. Met wie woont u hier zo? Ik woon hier met mijn vrouw Mariette. En op dit moment met onze twee jongste dochters, Karen en Lotte, die wonen ook nog thuis. Maar we zijn hier ooit met z'n zessen begonnen. Ik woon hier met Marlies, mijn vrouw. We zijn sinds 1994 getrouwd. En we hebben twee kinderen, Michael en Camilla. En Michael is 11 en Camilla is 8. Dus allebei nog de lagere schoolleeftijd, gaan hier in Benthuis op school. En zij zijn al als jong babytje in ons gezin gekomen vanuit Colombia. Ze zijn geadopteerd. Ja. Kunt u nou, u bent politicus, kunt u ook wel nog tijd besteden aan uw gezin? Nou, als je zo'n vraag in deze tijd stelt, dan weet je denk ik het antwoord al. Dat is echt al balanceren. We hebben wel met elkaar in de loop van de jaren, ik ben natuurlijk niet nu nog maar net Kamerlid, maar al zo'n 10 jaar hebben we wel een balans gevonden. Het zou altijd meer kunnen natuurlijk. Je zou altijd nog wel liever meer tijd besteden aan het gezin. Maar aan de andere kant moet ik ook zeggen, ben ik ook nog dankbaar dat ik dichtbij Den Haag woon. We zitten hier in 20, 25 kilometer van Den Haag vandaan. Dat betekent dat je 's morgens nog vaak vrijwel altijd de gelegenheid hebt om rustig met elkaar te ontbijten, kinderen even naar school te brengen, een kopje koffie drinken thuis. Ook weer niet heel veel reistijd nodig hebt. En ja, dat vind ik wel een zegen, juist ook met een opgroeiend gezin. Heeft uw gezin nou ook wel eens moeite mee dat u soms gewoon niet bij kunt zijn? Nou ja, er zijn natuurlijk wel eens momenten dat je graag er wel bij zou willen zijn en dat het niet altijd lukt. Ik probeer echt, als het om de hoogtepunten gaat, dus denk aan diploma-uitreikingen en dergelijke, dan probeer ik er ook echt bij te zijn. Verjaardagen zet ik ook altijd in de agenda. En als het me even kan, ben ik er ook gewoon. Of dan zoeken we even een ander moment om het te kunnen vieren. Maar ook dat is natuurlijk wel balanceren.